Een artikel geweest in de Groene Amsterdammer over dat het boeddhisme zoals we het in het Westen begrijpen heel anders zou zijn dan het traditioneel boeddhisme zoals het in Azië wordt beoefend. En waar daarbij aansluitend is er ook kort geleden een boek verschenen. Ik ben even zijn naam kwijt van die professor in Nijmegen of die leraar in Nijmegen. En met ongeveer hetzelfde idee van dat we eigenlijk in het Westen helemaal niks begrijpen van het Aziatisch boeddhisme. En dat het Aziatisch boeddhisme eigenlijk helemaal niks met meditatie te maken zou hebben. Dit is wel, ik snap wel waar deze man, waar die vandaan komt. En ook het artikel van De Groene, waar dat vandaan komt. Ik snap wel een beetje die intentie. Maar het is een beetje overgetrokken. Het is een beetje overdreven. Want er is niet één traditioneel Aziatisch boeddhisme. Het is zelfs... Aziatisch boeddhisme is net als het Westers boeddhisme eigenlijk volledig in beweging de hele tijd. En heel veel van wat wij dus in het Westen, zoals wij het in het Westen, het boeddhisme zien. Ja, ik wilde nog even zeggen dat... Ja, dus in feite... Ja, dat idee van dat we in het Westen het boeddhisme helemaal verkeerd begrijpen en zo, dat meditatie helemaal geen rol zou spelen in het Aziatisch boeddhisme. Dat is een tegenstelling die niet realistisch is. Wat eerder zo is, is dat je kunt spreken over een boeddhisme van 200 jaar geleden en een boeddhisme van nu. Er is niet een wezenlijk verschil tussen Westers boeddhisme en Aziatisch boeddhisme, want allebei zijn ze heel divers. Dus je kunt in feite niet zeggen dat één ding helemaal niet geldt voor het Aziatisch boeddhisme, bijvoorbeeld dat er helemaal niet wordt gemediteerd of zo. Dat is heel erg afhankelijk van welke traditie, welke tempo en welke leraar je over spreekt. En er zijn, in Thailand is dat heel gebruikelijk, bijvoorbeeld dat je in parken of in treinen mensen ziet mediteren. Dus meditatie is zeker wel een belangrijk onderdeel in het Thais boeddhisme. Maar niet in elke tempel. Sommige tempels wordt meditatie minder beoefend, bijvoorbeeld meer als onderdeel van een ceremonie dan echt als een aparte dagelijkse beoefening. Dus het hele verhaal wat nu in verschillende bronnen, op verschillende manieren wordt gehouden de laatste tijd, dat we in het Westen eigenlijk het boeddhisme helemaal verkeerd begrijpen, dat is ja. Het is in feite een simplificatie op zich. Dus proberen het beter te begrijpen. Iemand anders die daar een poging toe deed is zondag van Lubach. Wat weet hij ook weer? Lubach. Zondag met Lubach. Had ook aflevering over boeddhisme gedaan. Met dezelfde idee dat we helemaal niks begrijpen van boeddhisme in het West. Maar dat is dus altijd van... Waarover spreek je? Dus er zijn hele meditatieve tempels. Wat we in het Thais noemen een patibat, een saai patibat. Dat wil zeggen een meditatieve traditie. En je hebt ook meer de saai pariyat. Dat wil zeggen de meer traditie van de studie en onderwijs. Dan zie je dat monniken betrokken zijn bij het onderwijs. In scholen lesgeven en meer een geëngageerde rol hebben in de samenleving. Minder mediteren, maar wel mediteren, maar minder. Dat is dus wel iets wat inderdaad waar is. Niet elke monnik mediteert heel veel, maar er is altijd wel... je kunt niet zeggen dat het alleen westerlingen mediteren of zo. Van wie hebben de westerlingen dan geleerd? Dus dat is... Het is wel een beetje iets wat ik wil aankaarten hier, omdat... jullie weten dat misschien allemaal al, maar ik vind het toch wel iets wat belangrijk is om door te geven. En ik denk dat als je het misverstand tegenkomt, dat het dan ook wel moet worden opgehelderd. Omdat het kan ook een soort van culturele toe-eigening worden. Hè? Dat we meditatie, de Aziatische wortels van meditatie, boeddhisme gaan ontkennen. En een soort westerse variant van gaan maken en het opnieuw gaan definiëren. En dat is... vrij ernstig, want we hebben het hier ook over een traditionele koloniale rol
En het opnieuw definiëren van boeddhisme is ook begonnen in de koloniale tijd. Dus dat is nog wel belangrijk, vind ik.